Vele wegen kent het leven. Maar van al die wegen is er slechts één die jij te gaan hebt. Die ene slechts. Dus de vraag is niet welke weg ga je. De vraag is, hoe ga jij de weg die jou gekozen heeft? En ik blijf dit een fascinerend mooi gedicht vinden. Dit is een foto van mij op mijn allereerste schooldag. Je ziet een bepaald moment in één beeld. Nou, ik wil niet zeggen mijn hele levensverhaal, maar een betekenisvol stuk van mijn levensverhaal. Heel dicht bij haar. Heel ver weg van hem. En wat je niet kan zien, maar wat ik van binnen wel heel goed weet, is dat als ik naar hem toe moet, moet ik haar loslaten. Dus het is of daar, of daar. En zeg maar, in dat beeld zie je dan drie bewegingen van mij. Ook wel drie super gave kwaliteiten van mij. De beweging om dicht bij iemand te zijn. De beweging om mijn eigen boontjes te doppen. En de beweging om alles vanaf twee kanten te bezien. Nou, en zo neem ik dus de wereld ergens ook subjectief waar. Ik stap er vol in. Ik maak me daar los van. En ik kan alles vanaf twee kanten bezien. Dus daar zit iets in van je eigen subjectieve gereedschap leren verstaan. Met al zijn kwaliteiten die erop gesloten zitten. En met de valkuilen die erin zitten. En dat beeld dat we toegewijd zijn aan de weg die we aantreffen. De ontroering van bijvoorbeeld wie ik ben vanuit de geschiedenis wat ik heb aangetroffen. Zoals alle mensen die ik ontmoet ook zo'n bijzondere geschiedenis hebben. Wat een geschiedenis van ouders en grootouders, van broers en zussen. En dat toegewijd zijn op de weg met alle vallen en opstaan wat daarbij hoort, dat bekrachtigt onze identiteit. En tegelijkertijd doet het ook een heel diep besef ontstaan van dat onze identiteit ook zo verbonden is met het veld waar wij uit voortkomen, met de traditie. En als ik aan mensen vraag, bij welke mensen kun je nou ontspannen? Of wie was nou jouw leraar of leider? Dat zijn allemaal mensen die op een of andere manier zoveel geleerd hadden van hun geschiedenis, dat ze een soort bijdrage leveren om je wat te laten zien waarvan je zegt, hé, dit is voor mij, dit heeft gewicht voor mij. Wat me elke keer weer fascineert, dat is hoe leiders hun hele geschiedenis meenemen naar hun werk. Zonder dat noodzakelijkerwijs door te hebben. En de vertaalslag maken van wat nou de impact is van je geschiedenis op hoe je in het werk staat. Dus mensen leren hoe ze hun geschiedenis kunnen gebruiken, hanteren, mee omgaan. Maar vooral ook als een bron wordt. De dilemma's van het leiderschap gaan vaak over de onoplosbare dimensie. En wat is nou de goede stap om nu te zetten? En daar krijg je het antwoord op. Als je zelf reist in diezelfde polariteiten en ontdekt, hé, hoe doe ik dat nou? En dan als waar iets naar buiten toe aan kan reiken vanuit die eigen leerweg. En de leider kan dat leren zien. En het maakt je ondersteunender en ook wel doelgerichter als je steeds kijkt, wat wil hier nou geleerd worden, in plaats van wat is goed en wat is fout. Je kunt ook zeggen, ontmoeting vraagt en verbinding en apart zijn. En dat maakt ergens
ja, als ik het groot maak, een menswaardige ontmoeting. Verbindend leiderschap, dat gaat over het verbinding op verschillende kanten. Als ik mijzelf niet verbind met de traditie waar ik uit voortkom, hoe kan ik me dan verbinden met de mensen die voor mij werken, bijvoorbeeld? Dat mensen geen producten zijn die je gebruikt voor winst, maar dat er een diepere waarde is die ook zo bij het leven hoort. Dus het verbinden heeft ook te maken met, hey, waar kom ik nou uit voort? Wat zijn nou bijvoorbeeld mijn overlevingspatronen? En pas als ik dat heb onderzocht, dan kan ik bijvoorbeeld met jou daarover spreken. Maar dat in het toewijden aan die geschiedenis, dat ik opener kan zijn naar mezelf toe, meer mijn eigen kwetsbaarheid kan toelaten. En dat ik dan mensen meer kan dienen. Dus dan weet ik, als ik geraakt ben, dan weet ik dat het helemaal klopt wat ik zeg. Het vraagt dat je leert wat het verschil is tussen je reactie en een antwoord geven. Nou, daar gaat de tekens verstaan over. En daar zitten twee dingen in die best een kunst is. Eén is om door te krijgen hoe ontzettend subjectief ik ben in hoe ik de informatie tot me neem. En dan als tweede, hoe kan je nou leren om te lezen wat er dan op je afkomt, zodat je de interventie kan doen die in essentie iets bijdraagt. Een gewaarzijn is dat je op de rotonde in het moment zelf iets van gewaarzijn van binnen hebt. Hey, nu gebeurt het. Nu doe ik iets met mijn ademhaling. Nu stok ik ergens van binnen. Nu gaat mijn kin omhoog of wat het dan is dat jij doet. En op dat punt krijgt de rotonde afslagen. In plaats van, zeg maar, dat je blijft draaien. En dat is op zich, dat is mooier en moeilijker om mensen dat te leren dan het bewustzijn.